Even over de Instagram-hashtag Ik Doe Niet Meer Mee, waarmee een aantal bekende Nederlanders zich tegen het coronabeleid keert. Op social media krijgt de actie vandaag bijval. Maar er is ook veel verontwaardiging en kritiek. Alleen samen. Alleen samen. Alleen samen. Alleen samen. Alleen samen. Alleen samen krijgen wij de overheid onder controle. Ik doe niet meer mee. 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 Free the people. Aan tafel zangeres Femke Louise, een van de BN'ers die meedoet aan deze actie. Ten eerste dapper dat je hier bent, want er is heel veel over je heen gekomen vandaag. Je kan ook zeggen, ik heb geen zin meer om erover te praten. Maar... Ik vind wel dat ik er iets over moet zeggen. Ja. Ja. Laten we beginnen bij het begin. Waarom heb je besloten mee te doen aan deze actie? Nou, in eerste instantie, ik kreeg een appje binnen van... Hey, wil jij hier aan meedoen? We willen zoveel mogelijk mensen verzamelen om deze actie te supporten. Was dat iemand die je kende? Ja, dat was iemand die ik kende. Dat was toevallig Busy. Een andere artiest? Ja, een andere artiest. Mm-hmm. En toen dacht ik van ja, ik ga meedoen. Want ik heb hier wel een hele sterke mening over, eigenlijk. En, wat was dat? Wat was die mening, dat gevoel wat jou aansprak, dat hij je vroeg om mee te doen? Welk gevoel bij jou werd aangesproken? Ja, ik heb dat dus eventjes... Sorry, maar het is best wel een gevoelig onderwerp waar ik over ga praten. Kijk, ik weet dat er heel erg veel mensen naar mij kijken die ook... Dus ik heb eventjes wat papier, wat dingetjes opgeschreven. Ik vind ook dat dat gewoon kan. Nou ja, kijk, ten eerste, ik heb superveel respect voor corona in eerste instantie. En, voor corona? Ja, voor de corona, voor het coronavirus, de doden en de zorg en de mensen die dierbaren voor okay, dus zijn. Oké, dus het is niet dat je denkt van nee, corona bestaat niet? Nee, corona bestaat. Okay. 100% dat corona bestaat. En met deze post had ik sowieso een andere intentie. En dat is iets waar ik heel erg veel aandacht voor wil vragen. Kijk. Wat is dan die intentie? Laten we het daarover hebben. Wat was de intentie? Want het is een controversiële opmerking, hashtag. Het maakt ontzettend veel los in de samenleving. Wat was de intentie? Het gaat gewoon om de maatschappij. Kijk, we kunnen allemaal nu op een tweede golf zitten te wachten. Maar er gaan heel erg veel mensen... Kijk, weet je wat het is? We leven in een maatschappij. Mensen kunnen niet meer hun ding doen. Bedrijven gaan failliet. De entertainment business ligt helemaal plat. Weet je, mensen raken hun baan kwijt. Mm-hmm. Er zitten misschien gezinnen waarvan de ouders hun baan zijn kwijtgeraakt. Mm-hmm. Die misschien niet eens meer eten op tafel kunnen. Veel mensen lijden eronder. Ja, veel mensen lijden eronder. En ik vind gewoon dat het kabinet daar niet genoeg rekening mee houdt. Deze impact van dit virus, dat is gewoon veel groter dan dat iedereen denkt. Het is gewoon echt een maatschappelijk probleem. En ik vind dat zeg maar daar te weinig aandacht voor is. Oké. Okay. Maar als je dan zegt, hashtag ik doe niet meer mee... Klopt. Dat lijkt te betekenen, voor de normale verstaander... Blijkbaar ik doe niet meer moet je mee aan de maatregelen. Ik trek me daar niks meer van aan. Blijkbaar moet je dus echt zo'n hashtag gaan gebruiken... om dus in de aandacht te staan. Want zodat had je eerder hierover gepost met andere hashtags? Ik heb hashtags? Hier nog nooit iets eerder over gepost. Dan weet je toch niet of een andere hashtag zou werken? Dat weet ik inderdaad niet. Maar daarom had ik meegedaan aan deze. En dat is eigenlijk, daarom zit ik nu ook hier om mijn verhaal te vertellen. Snap je dat heel veel mensen boos waren over deze hashtag? Ik snap zeker hashtag. Dat mensen heel erg boos zijn. Maar ik heb daar gewoon een goede reden voor. En die wil ik graag toelichten. Want daarom... Mogen wij dan het gesprek aangaan? Snap je? Want wat jij nu ook zegt, daar zit een frustratie. Sowieso zit er een frustratie. Ja, maar dan zouden we toch, gewoon... dan zou ik toch heel graag met jou het gesprek aan willen gaan over die frustratie. Maar wat wij niet kunnen veroorloven, wat we net een discussie hadden... als jullie niet meedoen en die club... en je hebt veel volgers en je hebt veel jonge mensen... Maar jullie niet meedoen, daar gaat het mij niet om. Ja, maar het dat is staat niet, er. Het is niet, dat zei je. Dat staat er. Klopt, maar dat is iets... anders, want het is niet dat ik scheid heb aan een anderhalve meter samenleving. Het dat is vind niet, ik wel belangrijk, het is dat je niet, dat zegt. Het is niet dat ik me niet aan de anderhalve meter ga houden of aan maatregelen. Het gaat mij om het principe dat we in een samenleving leven... waarin mensen gewoon ook hun vrijheid nodig hebben. Waarin mensen ook gewoon plezier willen maken, hun ding willen doen. Ja. Daarnaast raken mensen hun banen kwijt. Oké, maar Femke, wacht, heel eventjes. Dat heb je gezegd en ik denk dat heel veel mensen het met jou eens zijn. Hè? Ik bedoel, Diederik begrijpt dat ook. Dat het niet alleen medisch leed is, maar ook maatschappelijk leed. Banen kwijt, geen vrijheid, geen toekomstvisie, et cetera. Wat hij zegt, ik ga nu even een soort ondertiteling doen... maar wat hij zegt is, als je zegt, we doen niet meer mee... dan lijkt het alsof je inderdaad zegt, ik ga me niet aan die regels houden... ik doe niets om de verspreiding te voorkomen, ik haak af... en je hebt een miljoen volgers, jonge mensen die naar jou luisteren... die kijken naar je op, die denken, nou, dan doe ik ook niet meer mee... Klopt, maar daar gaat het om. Klopt, maar ik weet dat heel erg veel mensen er zo over denken. En dat is ook waarom ik... Dat ze niet mee willen doen? Nee, dat niet. Oké, maar daarom is die hashtag verkeerd voor wat jij voelt? Zit daar iets in wat niet klopt?
Het gaat gewoon om het feit dat er gewoon bepaalde dingen niet kloppen. Gewoon, het is gewoon de hele maatschappij. Wat wordt er van ons verwacht? Dat heel Nederland zich aanpast aan bepaalde maatregelen, maar daarnaast gaan er heel erg veel dingen kapot. Maar is het dan hebben wij het als dokters? Hè? Want ik heb erover na zitten denken. Want ik ben ook geen dokter. Nee, maar ik vind het eigenlijk heel mooi. Ik vind ook zit iets moois in, snap je? Want jonge mensen, jullie moeten ook af en toe even zeggen dat je gefrustreerd bent. En bij mij gaat er dan een licht branden. Dan denk ik, maar wat hebben we dan anders? Wat zouden we anders kunnen doen om het aan jullie duidelijker te maken waarom wij deze moeilijke besluiten nemen? Hadden wij als OMT RIVM met de deur dicht, zogenaamd goede discussies, maar het komt over, dacht ik, dat wij daar geen discussies hebben, dat er één mening is en dat wij dus wijze mensen jullie gaan opleggen dat het zus of zo moet, snap je? Het gaat er gewoon om. Is dat het wat is daar je antwoord op? Hadden ze jullie op een andere manier moeten meenemen hier, om te begrijpen? Ik vind gewoon dat wij meer begrip moeten krijgen. Niet eens alleen de jongeren, want daarvoor zit ik hier niet. Ik heb ook gewoon te maken met mijn gezin in Hoogzand, die gewoon, mijn vader is piloot, die vliegt niet meer, snap je? Ik vraag me af, hoe zitten zij over 6 maanden? Weet je, dat zijn wel echt serieuze zorgen waar jonge mensen ook mee kunnen zitten. Snap maar je? Had het een verschil gemaakt als de artsen die deze beslissing... Nee, maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om de artsen. Het enige wat ik gewoon wil vragen van het kabinet is van, toon gewoon wat meer medeleven in dat soort mensen. Wat gaat het kabinet daaraan doen? Kijk, de hashtag dan niet zijn, toon medeleven? Dat weet ik niet. Ik heb hier aan meegedaan omdat dit mijn punt is. En daarom zit ik ook hier. Ik wil je nog... Meneer, de minister-president die heeft toch een paar keer al gezegd, we hebben respect voor de jongeren. Weet je wel, een paar keer al. En dat ze op stap moeten missen, dat de volle cafés en leuke dingen doen. Dat heeft hij zo vaak gezegd, al vanaf het begin. Ik vind dat wel een pluim van hem, dat hij dat wel gezegd heeft. En ik weet wat jij bedoelt, die gevoel. Want ik ga elke dag om met mensen, jeugd, en maakt niet uit. En ik voel dat ook. Maar we moeten wel respect hebben om te zorgen dat we dat ook respecteren, wat de dokters en de artsen zeggen. Want sowieso respecteren we dat. Ja. En dat is ook niet waarom ik... Ik wil ook niemand afbranden of afkraken. Het enige wat ik gewoon vraag van... zeg maar het kabinet, is van, wat gaan jullie eraan doen dat heel veel mensen werkeloos worden? Niet eens alleen jonge mensen. Het gaat gewoon om... Je hebt vragen over de gevolgen voor de maatschappij. Wat gaat er gebeuren met de maatschappij? Dat komt heel anders over als je dan met een groep invloedrijke mensen zegt, wij doen niet meer mee. Dat lijkt helemaal niet op wat je nu eigenlijk hier zit te vertellen, eerlijk gezegd. Mag ik iets over zeggen? Kijk, wat het kabinet doet, dat hoef ik ze niet uit te leggen. Dat kunnen ze zelf uitleggen. Maar dan worden miljarden uitgegeven om inkomens van mensen te stutten. Ja. Uw vader is piloot, fantastisch. De KLM krijgt miljarden van de regering om te blijven vliegen. En in de periode dat ze niet kunnen vliegen, worden heel veel mensen toch gecompenseerd voor het verlies aan inkomen. Het is nooit zoveel als dat je wel werk hebt. Maar we laten echt niemand in de steek. Heel veel mensen krijgen heel veel inkomensten. Die horeca waar ik net over sprak, die is de afgelopen periode behoorlijk gesteund. Zonder de steun van de regering zou heel veel van de horeca echt al lang zijn verdwenen. Ja. Als je die steun combineert met een gezamenlijke inzet van ons allen. En ik snap net overigens als alle anderen de frustratie van de jongeren in onze samenleving. Ik heb ook een dochter die in de kunst zit en die kan optreden. Dus ik weet er alles van, ook van dichtbij. Maar als we samen, maar ook zij is overigens gesteund. Als wij met elkaar samen, gedurende een bepaalde periode, met elkaar echt de regels goed in de gaten houden, kunnen wij die periode van ellende misschien zo kort mogelijk houden, om op die manier weer, dat iedereen weer daarna zo snel mogelijk zijn ding kan doen. Ja, ik vraag het me af, want kijk, we leven nu ook gewoon hier, nu, zo op deze manier, en het gebeurt gewoon dagelijks. Ik heb het niet eens alleen over mijn stiefvader, die vergoedingen, weet je, dat is gewoon, weet je, hij doet gewoon zijn ding en ik weet dat gewoon niet echt. Maar goed, we hebben het ook over meerdere dingen. En het is gewoon, weet je, er gaan heel erg veel mensen aan kapot. En ik vind dat wel gewoon echt een serieus probleem. Okay. En het enige wat ik gewoon vraag is van de balans tussen een lockdown en de maatschappij, zeg maar. Hoe wil je als mensen nog op een normale manier kunnen leven? Maar ik voel een beetje aan jou. Tenminste, ik voel dat bij mij ontstaat dat ik me graag met jullie het gesprek aan wil met jonge mensen. Snap je? Hoe
hoe de afwegingen echt gemaakt worden. En ik ben het helemaal met jou eens. Dat het eigenlijk wat er nu gebeurt met het virus, dat eigenlijk niet kan. Maar het probleem is, wij bepalen niet wat het virus doet. Het virus bepaalt wat het virus met ons doet. Dan heb doet. Ik een idee. Gommers ontmoet influencers in Rotterdam. En bij mij op het stadhuis. Ik heb een plek waar dat kan. Ja, gaan we doen. Hartelijk welkom. Maar de discussie die wij in het OMT, de gevoeligheden, al die afwegingen, die willen wij heel graag met jullie delen. Klopt. Snap je? Want het is niet zwart-wit. Klopt, maar de volksgezondheid is veel breder dan alleen corona. Nee, maar dat heb je ook gelijk in. Ik ben ook bang dat als dit te lang ontstaat, dat wij straks terugkijken op 2020, dat we zeggen hoeveel mensen zijn toen depressief geworden of hoeveel mensen hebben zelfmoord gepleegd. Dat is een waanzinnig groot probleem. Maar volgens mij komen we er niet uit door dit te doen, maar volgens mij komen we er dan uit dat jullie met mij praten en ik met jullie. Of met anderen praten. Open uitnodiging. En niet alleen met mij. Ja. Dit is een open uitnodiging. Zou dat wat zijn voor jou? Ik wil zeker met u in gesprek gaan. Maar ik weet je wat het is? Ik blijf wel gewoon bij mijn standpunt dat ik vind dat het kabinet meer aandacht moet besteden aan hoe gaat het verder in de maatschappij. Dat punt heb je duidelijk gemaakt. Ja. Ik wil je nog iets anders vragen. Aanvankelijk ben je door de minister van Volksgezondheid betaald in het voorjaar om een campagne te voeren. Klopt. Om jongeren juist aan te zetten om zich aan de regels te houden. Klopt. Hoeveel heb je daarvoor gekregen om dat te doen? Dat weet ik niet eens meer. Volgens mij iets van de... Niet eens heel veel, hoor. Een paar duizend euro heb ik begrepen. Ja, maar daar heb ik ook nog iets over te zeggen. Kijk, toen zaten we natuurlijk aan het begin van het virus. Mm-hmm. En niemand wist waar we mee te maken hadden. Ja, maar... Ik riep mijn volgers op van ga gewoon op een normale manier met elkaar om. Maar je aanvaarde de opdracht van sowieso, de minister van Volksgezondheid. Sowieso, want... Je zei, ik vind het een goed idee en voor geld wil ik dat best doen. Toen heb je ook dingen gedaan, zodat jouw zelfs volgers... Zelfs zonder geld. Als hadden ze me er geen geld voor gegeven, okay. Had ik het gedaan. Want maar dan is het nogal een radicale omslag als je gaat van je wordt betaald klopt, door de minister van Volksgezondheid naar zeggen ik doe niet meer mee. Klopt, dat is best wel een overgang. Klopt, want 6 maanden geleden of 7 maanden geleden, maakt niet uit, wist ik niet... Hoe de vlag erbij zou hangen voor bepaalde mensen, zeg maar. Snap je? Je denkt er nu anders over. Ik denk daar nu wel anders over. Ja. Want weet je, ik heb mensen opgeroepen van... Hey, ga nou op een goede manier met elkaar om. Inderdaad, als wat jij zegt, gewoon... laten we dit virus met z'n allen zo snel mogelijk oplossen. En op een gegeven moment kwam er dus een soort van versoepeling. Toen mocht de horeca weer open, cafeetjes. Mm-hmm. En toen zijn die besmettingen weer begonnen. Dus dat, ik vind niet dat dat dan mijn fout is. Ik vraag alleen naar je verandering van gedachten. Ja. Nu dat Diederik Gommers heeft gezegd, laten we hierover in gesprek gaan. Die kans wil je, denk ik, om met hem hierover te praten. Want hij zegt ook veel dingen die jij zegt, dat er veel maatschappelijke gevolgen zijn hiervoor. Kun je je voorstellen dat voor mensen die op de vloer staan in de zorg, die met hun handen gewoon aan het bed staan van zieke mensen, dat ze denken, waarom moet jij, Femke Louise, tegen jouw miljoen volgers zeggen, doe niet meer mee. Ik heb heel erg veel respect voor de mensen in de zorg. En die wil ik ook niet afvallen. Maar ik heb ook heel erg veel respect voor mensen die zonder geld thuis zitten. En die bijna, mijn god, niet weten... Zou je het nog een keer doen? Laat ik het zo zeggen. Zou je weer die hashtag gebruiken? Ik doe niet meer mee. Zou je het weer gebruiken? Voor dit standpunt. Een andere tekst, toch? Voor dit standpunt. Met een andere tekst, toch? Maar deze hashtag was nodig, want anders zat ik hier nu niet om mijn standpunt te maken. Nee, maar dus... het is heel goed, dat is ook wat we zeggen. Het is goed dat je die discussie aanvaardt. Dus dat heb ik bereikt. Maar de consequenties als jullie als groep dit niet gaan doen aan de maatregelen... Nee, maar ik ben eigenlijk heel blij dat ik dit heb gedaan. Want, hoor je het? Het wordt een ramp. Ik weet dat het een ramp is, maar ik ben heel blij dat ik dit heb gedaan. Daarom heb ik hier nu ook mijn verhaal kunnen doen vanavond, zodat mensen weten hoe ik erover denk. Ja. En ik weet niet of ik de volgende keer nog deze hashtag ga gebruiken. Misschien zal ik hem wel veranderen. Maar ik vind wel dat er iets moet veranderen. Ja, maar daar ben ik helemaal met jou eens. En laten we het regelen. Dat hebben we al afgesproken. We gaan iets regelen om met elkaar het gesprek aan te gaan. Maar je helpt ons door te zeggen met je volgers, luister eens, ik wil iets bespreekbaar maken, omdat we bang zijn voor wat er gebeurt nu. En of er voldoende aandacht. Dat is je gelukt. Maar iedereen moet zich aan de regels houden. Klopt. Maar ik vraag me af, had ik datzelfde bereikt als ik die hashtag zou gebruiken? Nee, dat weten we niet. Maar volgende keer zeg je, Eva Jinek, mag ik in jouw programma komen praten over de gevolgen? Ja, dan zeg ik, tuurlijk. Wel een compliment dat je hier wel ziet. Ja, om het hier te zeggen, want velen die de hashtag gebruikt hebben, hebben de snor gedrukt. En jij durft dus vandaag hier voor de ogen van de natie gewoon
ook daar waar je twijfel is, ook dat met mensen te delen. En dat vind ik in dat opzicht echt een compliment waard. Ik vind dat als je een grote mond hebt op social media, dat je jezelf ook mag laten zien. Zo is het. En heel ik goed. Ben niet bang om dat te laten zien. En dit is mijn mening. Zo is het. Heel goed. Waarvan akte. Dank dat je er was. Dank je wel.